Welkom bij een nieuwe video. Ik weet dat het alweer een tijdje geleden is, maar ik ben echt aan het nadenken over waar ik naartoe wil met dit YouTube-kanaal. Vooral omdat ik mij wil focussen momenteel op iets anders, namelijk het uitbouwen van zij of haar. En daarover gaat ook eigenlijk een beetje deze video, want vandaag heb ik hier mijn tablet bij mij om zij of haar juli 2019 voor te gaan stellen. Ik ga eerst eventjes naar de eerste pagina. Voilà. En dan kunnen we eraan beginnen. Zij of haar juli 2019 heeft deze coverfoto gekregen. Er is een coverfoto die jullie hebben meehelpen kiezen. Dus dat is echt heel erg leuk. En als je dan swiped, want het is een online magazine, ga je naar de eerste pagina. Ik heb voor deze editie gekozen voor een blauwe kleur. Hij is iets donkerder dan dat je ziet nu in beeld. Maar ik vind het echt een heel mooie kleur geworden. Daarna heb je de column. De column gaat over de zomerschitten en vond ik eigenlijk wel een leuke inleiding tot dit magazine. Daarna uiteraard de inhoudstafel met opgedeeld in de verschillende categorieën wat je kan vinden in het magazine. Algemeen recepten, thuis en reizen. En dan de eerste quote. I need a vitamin C. En het is een quote die ik eigenlijk zelf heb geschreven. En daarna gaan we over naar het eerste artikel. Het eerste artikel in het magazine werd geschreven door Joyce van Enjoys Life. En zij schreef over haar vakantie naar Kreta in Griekenland. En waarom Kreta zo'n topbestemming is. En daarna heb ik een artikel geschreven speciaal voor alle mensen die deze zomer thuis blijven. Bewust of onbewust. Bewust zoals ik, omdat het duur is in de zomervakantie. Of onbewust, omdat ze geen tijd hebben of geen geld hebben om op prijs te staan. Daarom geef ik je 55 tips mee voor, 55 activiteiten mee voor een staycation. Onder de 5 euro. Dus eigenlijk allemaal activiteiten die je in België kan doen. En zelf de meeste gewoon in je eigen stad of dorp. Daarna het eerste recept. Het eerste recept is van yoghurtijs. En ik denk dat jullie allemaal wel fan zijn van yoghurtijs. En daarna is het artikeltje Thuis Ver Weg. Thuis Ver Weg is een terugkerende rubriek waar ik eigenlijk elke keer naar een nieuwe Belgische stad ga. En, of Nederlands of Frans of Duitse stad ga. En deze keer was het in Kortrijk. En ik geef je allerlei leuke tips mee voor een bezoek aan Kortrijk. Ik geef je leuke winkeladresjes mee en leuke eetadresjes. Het is eigenlijk een stad die ik al verschillende keren heb bezocht. Maar die ik nu vanuit een ander perspectief heb gekeken. Daarna heb ik een leuke DIY voor jullie. Een DIY voor deze super toffe zomerse zomergoed. Die niet zo heel goed past bij mijn outfit vandaag. Maar die echt fantastisch staat bij een jurk. En die DIY vind je ook in het magazine. En vervolgens heb je weer een terugkerende rubriek, ontdekkingstocht. Ik heb verschillende leuke items ontdekt en dat wil ik met jullie delen. Waaronder Next Brush, behouden tandenborstels. En vervolgens nog veel meer reisinspiratie, namelijk deze keer 6 redenen waarom je de Antwerpse stad Turnhout moet gaan bezoeken. En vervolgens een receptje voor quiche. Quiche is echt super lekker. Ik heet heel graag quiche. En ik heb er een zomerse variant voor gemaakt. Een variant die je zowel warm als koud kan eten. En mijn eigen illustratie, Save Turtle.
En boeken voor aan het strand. Dus zijn 4 boeken voor een dagje aan het strand. En waarom dat je die eigenlijk moet gaan lezen. Een boekquote uit een van de boeken. En dan een receptje voor verfrissende vlierbloesemlimonade. Vlierbloesemlimonade kan je super gemakkelijk maken. Vooral omdat je eigenlijk in verschillende openbare parken vlierbloesems gratis kan plukken. Mijn tweede column in het tijdschrift. Summer body, bikini body of toch maar niet. Gaat over het feit waarom dat mensen eigenlijk allemaal zo hard verlangen naar een summer body of een bikini body. En waarom dat in elk tijdschrift voor de zomer aan bod komt. Daarna Parijs. 8 unieke bezoektips voor een weekendje weg in de stad van de liefde. En de zomerse pasta salade. Deze werd gemaakt door Laura van Once You Go Vegan. Echt een heel leuk recept die ik zeker ga uitproberen. Nog één laatst receptje voor confituur. En dan zijn we weer al aan de Follow Me met hele leuke Instagram accounts. En uiteraard de colofon. Zo, dit was het dan. Ik hoop dat jullie hem gaan kopen. Tot en met zondag kan je hem kopen voor maar liefst 1 euro. Dus doen via zijofhaar.nl.